Een zonnetje boven Business Park Papendorp in het zuidwesten van Utrecht. Daar wordt de 62e editie van de Ronde van Midden-Nederland verreden. Een internationaal deelnemersveld, maar ook een aantal Nederlandse clubploegen. Hier zien we Mark Schreurs, hier zien we Eamon Lucas, een Amerikaan die voor een Nederlandse ploeg rijdt. En de mannen van Beat met een snelle sprinter, Axel Neumela. Man van Beat Cycling Club. Ja, 142 renners stonden vanochtend aan de start hier op het Business Park. Ze gingen om 12:15 van start. Verdeeld over zo'n 22 ploegen reden hier 142 renners. Die gingen vechten voor de overwinning in de Ronde van Midden-Nederland. De 62e editie dus. Ja, we zagen een groot peloton over de prachtige Prins Klausbrug rijden. Zo via Kanaleiland gingen ze Utrecht in. Om dan ongeveer voor het Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht, om daar losgelaten te worden. Daar gingen de mannen op pad naar de zegen in deze wedstrijd. Die dit jaar weer een eendaagse is geworden. Vorig jaar was er nog een ploegentijdrit een dag eerder. Maar dit jaar dus een eendaagse en ook onderdeel van de Holland Cup. Ja, meteen een aantal aanvallen. We zien een Noor van Joker Isopal. We zien ook een man van Vlasman. We zien drie man op kop. Sibal Sebon is daar. Senza Kanjers voor Kanjers en een man van NWVG. Maar ook zij kwamen niet ver weg en werden weer ingerekend door het peloton. We gingen met een grote groep richting de Utrechtse Heuvelrug. Maar eenmaal op de Utrechtse Heuvelrug hadden we een kopgroep van 5. Met erbij een aantal Nederlanders. Marijn van den Berg, Rick van Breda en Sven van Leuk. En ook een Belg, Timothy Stevens en Noor Olle Voorvang. Dat was toch wel een mooie kopgroep. We hadden een voorsprong van meer dan 3 minuten. En op de dijk richting Wijk bij Duurstede ging het bij hun rustig aan toe. Maar daarachter was het oorlog. Het peloton brak in verschillende groepen. En er kwam één grote groep die kwam aansluiten bij de koplopers. Toen hadden we op dat moment 21 man vooraan. Dat waren niet zomaar namen, want daar zaten onder andere Maarten van Trijp, Jason van Dalen, Ivar Slik, de winnaar van 2012. Ook een aantal andere sterke mannen. Een grote groep van 21 man. We zien hier Piotr Havik met zijn handen van zijn stuur eventjes het gebaar maken dat er gereden moest worden. En Marijn van den Berg, hij zit opnieuw in deze groep. En dat doet hij toch heel netjes, want de man rijdt een thuiskoers. Er is niemand die zo dicht langs zijn huis komt als Marijn van den Berg. Althans, zijn broertje ook natuurlijk, Lars van den Berg. Ook hij in het peloton, niet in deze groep. En dan de doorkomst. Met nog zo'n 18 kilometer te gaan zijn er dus 21 man voorop. Maar zien we in de achtergrond het peloton onder leiding van de mannen van Sibel toch dichterbij komen. De mannen van Sibel hadden aan het begin van de koers iemand van voren. Maar uiteindelijk was er niemand van de Belgische formatie bij de 21 man voorop. Dan zijn we in de laatste ronde, de slotronde. En dan is het aan Justin Timmermans om er vandoor te gaan. Bij het binnenrijden van Nieuwegein probeert hij het. Maar ook hij wordt weer teruggepakt. Dan probeert Marijn van den Berg het nog een keer, de lokale favoriet. En dan krijgt hij een Deen met zich mee en Rick van Breda. En die Deen denkt, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Gesteund door zijn ploeggenoten probeert Kasper Volzag weg te rijden. Nou, dat doet hij heel netjes, want onder de A12 krijgt hij een aardige voorsprong. En zijn ploeggenoten van Team Colorquick, die spelen het spel perfect. En die zorgen ervoor dat zijn vlucht beschermd wordt. Dat doet hij namelijk heel netjes. En dat hij alleen voorop kan rijden, dat heeft hij wel bewezen. Want het is een baanrenner die ook nog brons won op de Olympische Spelen ploegenachtervolging. De winnaar van de 62e editie van de Ronde van Midden-Nederland is Kasper Volzag. De 25-jarige Deen wint deze editie. De sprint van de achtervolgers wordt gewonnen door Maarten van Trijp. Voor een ploeggenoot van de winnaar, Rasmus Walling, wordt derde. Kasper van Volzag wordt eerste. Voor Maarten van Trijp, Rasmus Walling. Axel Neumela wordt vierde. Wim Struutinga wordt vijfde. Jordi Meijers zesde. Jason van Dalen wordt zevende. Net voor zijn ploeggenoot Justin Timmermans. De negende plaats Jan Maas. En de top 10 wordt afgesloten door Jasper Hamelink, de man van Metek TGH. Een prachtig podium dus. Twee Denen en een Nederlander. Kasper Volzag wint voor Maarten van Trijp. En als derde was het Rasmus Walling. Het is feest vanavond bij Team Colorquick. Het algemeen klassement. Maarten van Trijp maakt een mooie stap en staat nu op de derde plaats. Kees Bol en Julius van den Berg blijven op 1 en 2. En Kees Bol is daarmee de eerste winnaar van de Holland Cup.